Dartnieuws en meer. Dartfreaks.nl. Koos de B, je eerste keer op het Heimeco Open. Hoe bevalt het tot nu toe? Nou, bevalt op zich wel goed. Het is alleen fucking warm. Mag ik dat zeggen? Fucking? Ja, ik zeg het gewoon. Fucking warm. Maar het is... Weet je, je komt binnen, je wordt uitgenodigd als VIP. En dan denk je, nou ja, dan ga ik even naartoe. Dan kom ik bij de laatste acht en zo. Maar dat valt toch wel vies tegen. Daar moet je wel voor werken. We hebben je dit jaar niet zo heel veel op tv gezien. Je bent een beetje uit de rankings gevallen ook, mag ik voorzichtig zeggen. Waar komt dat door? Nou, desinteresse. Pure desinteresse. Ik had er geen zin meer in. Ik vind het niet meer leuk. Of ik vond het niet meer leuk. En nu ga ik weer langzaam met dit soort toernooien beginnen om weer een beetje de lol van het darten te krijgen. En ik hoop dat ik daarmee een paar toernooien goed ver kom. En dat je ook weer ziet hoe het is om te winnen en partijen te winnen die je er eigenlijk had kunnen verliezen. Dus plezier is echt belangrijk in darts. Ja, maar dat is het belangrijkste. Kijk, zodra je hobby je werk wordt, en dat wordt ook daadwerkelijk je werk, ja, dan is de lol er vanaf. Ja, dat moet je niet willen. En dat is bij mij zo'n beetje gebeurd. En het werd ons ook een beetje te makkelijk gemaakt. Hè? Laten we eerlijk zijn, in het verleden, SBS, het geld kon niet op en noem maar op. En we werden allemaal helemaal in de watten gelegd. Ja, en dan komt het allemaal makkelijk binnen. En dan ga je het makkelijk uitgeven en dan doe je maar. Ja, en nou word je weer even terug in de wieg gegooid. Ja, dan moet je weer gaan kruipen en lopen en tafel daar weer opbouwen. Hoe kan het zo zijn in een sport als darts, die toch redelijk veel op televisie is, dat de speler die na Van Barneveld het meest in beeld is qua Nederlanders, geen sponsor kan vinden? Nou, laten we eerlijk zijn, het is de tijd, de crisistijd, daar beginnen we mee. De coverage op televisie, hè. We hebben er jarenlang mee lopen worstelen, of het goed kwam of niet goed kwam. Nu hebben we RTL 7, maar ja, dat is ook een beetje een twijfelvraag, want we doen het dan wel, dan niet. En het is afhankelijk van de andere programmeringen. Ja, sponsors zijn alleen geïnteresseerd in naamsbekendheid op televisie. En als dat er niet is, ja, dan krijgen ze ook niet. Simpel zat. Dus meer darts op televisie, dat is eigenlijk het beste recept om ook de darters weer onderweg te krijgen? Nee, meer kijkers naar dat op televisie. Dat is het recept om de dartsport en de televisie en dan de sponsors voor de spelers op weg te krijgen. Nou weet ik dat je ook heel erg geïnteresseerd bent in de jonge spelers. Er is al twee keer een jeugdtoernooi geweest dat jouw naam draagt, het Coastal Play jeugdtoernooi. Heel groot succes, want heel veel jeugdspelers doen er mee. Ga je daarmee verder? Ja, tuurlijk ga ik daarmee verder. Laten we eerlijk wezen. Er moeten op een gegeven moment gasten komen die het van Raymond en mezelf en van de Michael van Gerwes over gaan nemen. En van de Vincent van de Voorts en de Rolands. En noem het maar op. Michael kan er wel heel wat jaren door hoor. Ja, natuurlijk wil je dat. Ik bedoel, je hebt zoveel uit die sport gehaald. Dan moet je er ook wat in terugstoppen. Het jaar is nog niet voorbij, Co. Dat laten we dat in ieder geval even concluderen. Er is nog een half jaar te gaan. Wat kunnen we van Coastal Play verwachten in het tweede half jaar van 2012? Nou, ik moet heel eerlijk zijn. Ik heb mijn doel gesteld van... Laat ik eerst maar naar de bodem gaan van de ranking, hè, waar ik op dit moment kan staan met de opgeschoonde lijst. Nou, daar ben ik aardig aangekomen, want ik ben geplaatst voor het EK. Daar kan ik eigenlijk niet omheen. Ik speel de Grand Slam. Nou, de Grand Prix zal ik waarschijnlijk niet halen. Veel slechter als dit moment waar ik nu op sta, kan niet worden. En dan kan ik eindelijk weer opbouwen. Dan hoef ik niet meer naar achteren te kijken, of niet naar voren te kijken, maar niet naar achteren te kijken, maar dan kan ik naar voren kijken. En dan neem ik aan dat je gewoon het WK wel gewoon gaat halen. En wat gaan we daar dan van Coastal Play zien? Kwartfinale weer, zoals een paar jaar geleden? Nou, het is weer het begin dan, hè. Dus toen ik kwam, toen was het ook twee keer kwartfinale op rij, dus laten we dat maar weer doen dan. Oké, dankjewel, Co. Oké, man. Graag gedaan. Dartnieuws en meer. Dartfreaks.nl. Dartfreaks met een Z.